Yo, what's up iedereen? Welkom weer bij deze nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag weer reageren op jullie montages en zoals jullie kunnen zien, onze grote vriend. Hij staat er weer, net als vorig jaar. Laat ook even zeker weten in de comments of jullie kerstvermogen staan. Ik ben wel benieuwd. Ja, we gaan vandaag weer reageren op jullie montages. Deze keer doen we dit in een kerstvibe. Hopelijk hebben jullie er zin in. Vergeet even zeker in deze video vast te liken. Als je nieuw bent, abonneer ook even zeker. Ik wil ook even meegeven dat ik vanavond om 10 uur, als het goed is, ongeveer rond 10 uur, ben ik live met het Fortnite event. Want als het goed is, is dan vandaag de laatste dag voor die downtime. Ik weet niet precies hoe lang die downtime is, maar in ieder geval, ik ben wel van plan om het event te gaan streamen. Waarom ik eigenlijk ook de afgelopen tijd niet meer zo heel vaak live ben, is gewoon omdat ik gewoon eigenlijk wacht op het nieuwe seizoen. Ik hoop serieus echt dat het een goed seizoen is, want dan ben ik sowieso weer van plan om weer gewoon op te pakken en gewoon weer te grinden en veel te streamen. Maar ja, dat ligt toch echt van de game af, want ja, ik heb gewoon geen zin om iets te doen wat ik eigenlijk niet leuk vind, want ja, dat ga je gewoon niet lang volhouden. Dus vanavond om 10 uur ongeveer ben ik live. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Maar voor nu gaan we reageren op jullie montages. Dus laten we beginnen. Let's go. Alright jongens, we zijn bij het eerste kanaal gekomen. Die is van Nilsi. Hij is de eerste voor deze video. Let's go. Let's go. Wat zijn jullie verwachtingen trouwens van het nieuwe seizoen? Het is natuurlijk een hele nieuwe chapter, komt ook een hele nieuwe map. Dus dat is sowieso al gewoon een reden voor mij om het sowieso gewoon te gaan spelen. En hopelijk is het goed genoeg om het te blijven spelen. Ik hoop serieus dat het echt gewoon wat goed wordt, want ja. Ik speel op dit moment Fortnite echt totaal gewoon niet meer. Dus daarom hoop ik gewoon echt dat het wat wordt. Want ik wil eigenlijk wel gewoon natuurlijk gewoon grinden en veel spelen, maar ja, als het niet leuk is, dan lastig. Let's hope. Ik weet niet waarom, maar de kwaliteit van dit nummer lijkt me... Klinkt heel raar ofzo, alsof het een hele lage bitrate in is opgenomen of gedownload is. Maar de kwaliteit van de video ziet er goed uit en het is ook zeker nice geëdit. Heel erg goed gezinkt zelfs, wauw. Ja, maar dit is een hele goede clean aan dit video, bro. Ook zo props naar de editor voor het perfect zinken ervan. Clips zien er ook echt gevaarlijk uit. Outro skirtje er ook nog bij, kom maar door. Ja man bro, dit is een goede video man. Je krijgt die like van mij erbij. Zag er goed uit, blijf lekker zo doorgaan. En dan gaan we door naar het tweede kanaal. Let's go. Let's go bro. Oh, we hebben weer de welbekende edit parcours op een geest. Hoor je? Ik heb dit nummer trouwens nog nooit gehoord. Gek. Hopelijk is het niet alleen creative. Het heet op zich wel wat hoor. Daar niet van. Het ziet er op zich wel gewoon gek uit hoor. Alleen ja. Ik denk dat het wel echt alleen maar creative clips zijn. Misschien weer toch een beetje variëren zoals, ja, zoals ik eigenlijk altijd wil aangeven. Is gewoon nice. Om ook gewoon wel wat arena clips erin te mengen. Maar we zien het door de ogen. Oh, de arena clips. Oh. Nou, ik heb tenminste een paar in zitten dan, zo te zien. Oké. Je hebt wel gewoon beide. Het zijn er wel meer in creative, maar maakt niet uit. Het gaat erom dat je ook gewoon wel wat arena clips hebt. Oh, nice dat je twee nummertjes hebt gebruikt die ik zelf nooit echt eerder heb voorbij zien komen, horen komen. Oké, Saro, dank je voor het gebruik van Nastic Present. Ja, zag er gewoon goed uit eigenlijk. Je hebt ook gewoon lekker afgewisseld met Arena en Creative Clips. Het waren er wel meer in Creative, maar het ging er gewoon een beetje omdat je niet alleen Creative had natuurlijk. En al zou het alleen Creative zijn, zou het sowieso niet echt uitmaken. Alleen ik vind het zelf altijd wel wat nicer als er gewoon wat variatie in zit. Maar in ieder geval, S van jou, dank je wel voor het gebruik van Nastic Present. En dan gaan we door naar het derde kanaal. Alright jongens, we are on the third channel of today and that is Cyper.
Oh, dit lijkt me echt, dit is echt zo'n een rustgevend nummertje. Ken het nummer niet trouwens? Een rustgevend nummertje. Past ook soms wel zeker op mijn video. Hoe lekker afwisselen met Creative Anaera. Dat is nice, dat is nice. Vieze clip trouwens, holy scheisse. Denken jullie trouwens dat er dit jaar een Winter Royale komt? Hoop het wel eigenlijk. Zou ik wel zin in hebben. Zou ik natuurlijk wel een stukje meer gaan spelen. Ik heb die boost. Alright. Dit was de highlight video van Cyper. Los ervan dat het een heel ander nummer is dan wat ik normaal gesproken hoor onder highlight video's, vond ik het eigenlijk niet eens heel slecht. Het was gewoon een chill, relax nummer. Paste er op zich wel gewoon redelijk bij. Het was gewoon een clean highlight video. Dus ja, eigenlijk heb ik je niet iets op mee te geven, man. Blijf lekker zo doorgaan. Dank je voor het gebruik van Hashtag Present. En dan gaan we door naar het laatste kanaal, boys. En die sluit af met een console. Alright, jongens. We zijn bij het laatste kanaal gekomen. En die is van Pznor. Pznor, denk ik. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Dus laten we hem checken. Ik weet niet. Deze naam komt me wel een klein beetje bekend voor. Ik weet namelijk niet of ik deze ooit eerder al heb gecheckt. Ik heb geen idee. Het zou best wel kunnen dat ik deze al eerder heb gecheckt. Als dat het geval is, mijn oprechte excuses. You know what I think about. Is voor die next gen? Nee, is voor wel next gen, ja. Ik heb video's gezien met veel betere kwaliteit met de next gen. Vraag me dan echt af, wat is dan het verschil ofzo, wat sommige mensen doen, hè? Can you be. Alsof het uit een stream geklipt is ofzo, lijkt het. Vies hoor. Jezus! De edits zijn on point. Man, dat zijn nasty on the console. Er wordt lekker veel clips in deze video zitten, man. Gaat er lekker snel doorheen. Jezus! Daniel in de Embotrinos. Alright, dankjewel voor het gebruik van Hashtag Present. Dit was de laatste video voor vandaag. Mocht je ook gecheckt willen worden in deze serie, vergeet dan even niet om Hashtag Present in je titel te zetten. En trouwens ook gefeliciteerd met de 100 abonnees. Ik zie dat je net de 100 abonnees hebt gehaald, dus van harte gefeliciteerd ermee. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat even zeker een like achter. Abonneer even als je nieuw bent. En dan zie ik jullie hopelijk vanavond bij de livestream. Ciao, ciao.